Snap, een poppenhoofd verandert in een vis. Hier zijn de vinnen en een staart. Zullen we zwemmen? Kijk naar die strassteentjes. Het is zeker geen gewone vis. Lucy is een echte fashionista. Ze heeft gehoord dat er een magische vis in de vijver leeft. Oh, ik wou dat ik haar kon vangen. Misschien is het maar een gerucht. Hoi meiden, laat me gaan en ik zal 3 van je mensen laten uitkomen. Oké. Echt? Is dat een droom? Ik zal even kijken. Ik wil een snor. Oh, het is uitgekomen. Maar een donkere snor past niet bij blond haar. Draai het om. Yeah. Oké, maar je hebt nu nog maar 1 wens over. Ik ben zo slordig. Doe het goed, Lucy. Ik wil grote lippen. Thank you. De vis heeft een wens in vervulling laten gaan. Lucy is er dol op. Dank je, lieverd. Kus, kus. Zwem naar huis. Nu moet ik meer lippenstift gebruiken. Kapotte pop hebben een nieuw leven gekregen. Vraag hoe je ouders willen helpen. Snap. Hij is zo pluizig. Wow. Een paar tandvlees met tanden zit erin. Ah, ons monster heeft een grotere mond. En scherpere tanden. En ook grappige ogen. Twist draadframe. Maak een plusje lichaam van de juiste grootte. Synthetische vulling zal het figuurtje zijn vorm geven. Nu de armen. Met handen als deze is het makkelijk om stoute kinderen te vangen. Maak voeten van boetseerklei. Doe ze in de oven. Klaar, ze zien er knapperig uit. Maak ze vast aan draden. Haggy Waggy is een monster uit een kapotte speelgoedfabriek. Hoe is hij in Ladytown gekomen? We gaan uitzoeken wat hem naar ons toe heeft geleid. Oh, dat is het. Onze vriend heeft kiespijn. Hoe meer kaken, hoe meer problemen. Dames, wie is laatst in de rij? Oh! Oeps, nu is het mijn beurt. Dokter, help me. Mijn tanden doen pijn. Ah, nou. Ga in deze stoel zitten. Het is een ernstig probleem. Dat is oké, we kunnen het oplossen. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Nu heeft ons monster een perfecte lach. Yes. Knap! Ik kan mijn ogen niet van hem afhouden. Maak een lamp. Poppenbenen, 1. Deksel van een spiegel, 2. Een steun als standaard. Klaar. Doe de schoenen aan. Wauw, een stijlvolle print. We moeten de helft van de beker verven. Weer een luipaardprint. Wow. Deze acrobaat houdt een lampenkap op haar hiel. Als je de ketting trekt, gaat het licht aan. Wat een extravagante lamp. Hij is enig in zijn soort. De straten van Parijs zijn gevuld met boutiquejes en antiekwinkels. Oh, wat een prachtige lamp. Hij is net zo verfijnd als mijn smaak. Ik zou overal op deze hakken lopen. Ik zou opvallen. Oh, dromen. Mijn lieveling zal altijd bij me zijn. En alle kunstverzamelaars zullen jaloers zijn. Olaf heeft je weer verslagen. We hebben een poppenhoofd nodig voor onze volgende craft. Knip. En we hebben helften gemaakt. Verf het stuk geel. Een vel schuimpapier verbindt de 2 delen. Voeg een ketting toe. Er is een grendel aan de achterkant van het hoofd. Teken een smiley, hartjes en een glimlach. Een heel positief accessoire voor een fashionista. Het meisje en haar zus gingen naar de hoofdstad. Penny is geïnteresseerd in het ontwerpen van portemonnees. En ze wil haar werk laten zien aan een beroemde modeliefhebber. Oh, ik ben zo opgewonden. Denk je dat ik zal worden opgemerkt? Yes. Een nieuwe collectie. Oh, zoveel werk. Hallo, juffrouw Ertel. Hallo. Kijk eens naar mijn tekeningen. Oké. Oh, ik hou van deze tas. Geniaal. Ik zie hem al in alle boutiques van Lalitown. Ik ben zo blij. Lievertje wordt een groot modeontwerpster. Wat een interessant snoep.
We hebben een wikkel nodig. Gebruik een dop. Voeg roze details toe. Wauw, gouden veters. Welk van de kapotte poppen kiezen we? Baby, je zal perfect passen. Zet de pop in elkaar. Het is Rapunzel. Kneed lichte klei. We hebben mooie handschoenen gemaakt. En hier zijn de handjes van de baby. Het garen is zo kleurrijk. Er is een toren in het bos. Een babyprinses woont hier. Ze stond op het punt om te gaan wandelen. Ik ga met je mee. Plotseling verschenen er vreemde wezen. Wat zijn dat? Ah, kijk maar! Het meisje werd echt bang. Ah, ren! Maak van een gebroken lichaam een manneken. Knip het bovenste gedeelte bij. Bedek de openingen met klei. Nu is het tijd voor het hoofd. Het heeft weer oren. Achoo! Deze witte verf deed ons denken aan oud poeder. Voeg een lint toe. Installeer een etalagepop op de spies en maak het vast in een lotiondeksel. I love it! Je hoeft niet in de juwelendoos te kijken. Je kan alle accessoires op de paspop zien. Yes. Voeg wimpers toe. Meisjes, ik ben in de juwelenhemel. Een magische markt maakt indruk met verscheidenheid aan goederen. Er is hier van alles. Rijke Josie kwam om iets nieuws te vinden voor haar collectie. Oh, dat ziet er fantastisch uit. Het is een geweldig kunstobject. Je hebt een goede smaak. Deze etalagepop behoorde toe aan Nefertiti. Het is zo zeldzaam. Ik kan geen nee zeggen. Ik geef je al het geld. Oeh, wat ben je gul. Een deel van een kapotte stoel en een paar poten. Het is een designstoel. Zo vind je er eentje niet. Spraypaint, je hebt een klus te klaren. Wauw, wat een schaduw. Voeg wat gouden blaadjes toe. Het is ongelooflijk wat je van kapotte poppen kan maken. De Egyptische kattenkoningin vindt het zelfs niet erg om een stoel te gebruiken in plaats van een troon. Er is een puinhoop in de zombiewerkplaats. Zomberto is een geweldige ontwerper. Yes. Nou, ik moet een ongewone bestelling afwerken. Eén been hier, het andere daar. Snap. Vind je het leuk? Een prachtige stoel van Zomberto is hier. Rosie ging naar een slechte kapper. Hij liet zich zo gaan dat hij al haar haar eraf knipte. Haarextensies zijn de nieuwste trend. Je knipt draden af en lijmt ze één voor één op je hoofd. Prachtig haar als dit is de droom van elk meisje. En het is zo lang. Wow. Ze lijkt net Rapunzel. Een haarborstel is het belangrijkste ding in haar kamer. Elke avond brengt Rosie een paar uur voor de spiegel door. Ze heeft geen keus. Als ze niet borstelt, ligt haar haar door de hele kamer. De ene haarlok, de ander... Oh, terwijl ik het linker gedeelte borstelde, raakte het rechter gedeelte helemaal in de war. Het is klaar. Nu kan ik eindelijk even pauzeren. Laten we Rosie een paar haarklemmen brengen. Knip repen schijnpapier. Lijm ze op de basis van de haarklipjes. Versier de bovenkant met roosjes, gemaakt van linten en paillettenlinten. Klaar. Ik denk dat ze onze verrassing geweldig zal vinden. Rosie houdt van lezen. Vooral sprookjes. Haar favoriete cijfers zijn de gebroeders Grimm. Maar haar haar zit in de weg bij het lezen van het boek. Ik ben het zo zat om met mijn haar te gaan. Ik moet er iets aan doen. Waar zijn mijn haarspeldjes? Lalilou gaf onlangs een hele mooie. Daar zijn ze. Ja, dat is veel beter. Sandy is haar benen kwijt. Maak je geen zorgen, kleintje. We veranderen je in een woestijnschorpioen. Gebruik een lege lotionfles. Knip de hals eraf. Maak het vast aan het lichaam. Nu hoeven we alleen nog de poten te maken. Knip eetstokjes in stukken van verschillende lengtes. Breng hete lijm aan op de randen om ze een juiste vorm te geven.
Slijt de randen zo. Alle stukjes zijn poten geworden. Dat is geweldig! Lijm ze vast en bevestig ze aan het lichaam. Vorm de angel uit lichte klei. Het is het kenmerkende deel van een schorpioen. Wees niet bang, Sandy is erg aardig. En ze zal niemand steken. Voeg een paar klauwen toe. Ze zullen allerlei dingen vasthouden. Breng lijm aan en bestrooi de klauwen met glitter. Gouden glitter schittert op haar rug. Maak een topje van gouden glitters. En we hebben meer glanzende acrylverf nodig. In een woestijn ver weg woont Sandy de schorpioen. Ze verkiest heet zand boven al het andere. Sandy is gaan wandelen. Al haar benen hebben wat beweging nodig. Links, rechts, links, rechts. Nu ben ik in een goede fysieke vorm. Sandy's schelp schittert in de zon. De schorpioen waakt over haar koninkrijk. Vreemden zullen niet passeren. Maar misschien kan ik ze uitnodigen om mee te gaan joggen. Candy is al een hele tijd niet verzorgd. Haar haar zit helemaal door de war. Een knipbeurt zal niet helpen. Ik heb een idee. Doe haar nu maar een muts op. Deze kleurrijke wol zal van pas komen. Vilt een heleboel haarextensies van verschillende kleuren. Doe vloeibare zeep in een kom met heet water. Doe nu de wol in het schuim. Verwijder nu het extra water en vilt de lokken nog een keer. Nu zien ze er veel beter uit. Candy heeft zelf materialen meegenomen. Bedankt voor je hulp. Vouw de lokken dubbel en lijm ze op haar. Wauw, ik voel ze nu helemaal anders. Wacht, nu gaan we het lokje versieren met kralen. Nu is het klaar. Ik vind ze geweldig. Ze zijn zo zacht en helder. Candy is altijd in een goed humeur. Ik hou van mijn leven. Op mijn brommer rijden is zo leuk. En ik hou ook van bloemen plukken en glimlachen. Maar Candy's grootste passie is zoet eten. Ze is een echte zoete kou. Het is geen wonder dat haar lokken op suikerspin lijken en kralen op karamel. Ze heeft altijd wat chocolade in haar tas. Hier is het café waar Candy bijna elke dag naartoe gaat. Hallo. Goedemorgen, juffrouw. Neemt u uw gebruikelijke? U weet dat ik het ontbijt heb overgeslagen en ik heb erg honger. Geef me de dubbele. Ik heb uw bestelling. Het zal klaar zijn in een paar minuten. De ober brengt een dienblad met eten. Er is van alles. Taarten, cupcakes, limonade, milkshakes, warme chocolademelk en natuurlijk koekjes. En niet te vergeten het ijs. De cupcake is te veel. Ik heb het deze keer overdreven. Deze pop zal een nieuw leven krijgen. Ze zal veranderen in de godin Shakti. Borstel dik haar. Lange lokken aan de zijkanten. Maak handen van moedzeerklei. Zes armen zijn genoeg. Maak een armframe van aluminiumfolie. Maak de gewrichten flexibel, zodat Shakti kan dansen. Haal er een draad doorheen en bevestig de armen. Drie flexibele armen zijn klaar. Je bent een godin. Wow. Breng me de beste kleren. Doe Shakti een blauwe sari aan van atletische stof. Voeg goudbrokaat toe. En een laagje satijn. Maak een heleboel armbanden van springringen. Je kunt haar altijd horen als ze in de buurt is. Shakti is zo mooi als een godin maar kan zijn. Laten we meer over haar te weten komen. Bij een berg tussen eeuwenoude bomen en magische stenen woont een godin die eruit ziet als een vrouw met vele armen. Haar naam is Shakti. Ze eet en drinkt niet en ze is altijd bezig. Ze danst de hele dag om de wereld in harmonie te houden. Je kan niet wegkijken als ze danst. Na een magische dans valt er puur goud uit de lucht. Sst, aan niemand vertellen. Violet wil haar haar al heel lang veranderen. Deze lengte is oké, maar het is tijd voor een make-over. Ik heb een 3D-pen meegenomen.
Geweldig! Laten we Violet krullend haar geven. Eerst rood. Dan een laagje paars. Eindig met een blauwe verf op het voorhoofd. Onze inkleurder is heel getalenteerd. Je zal de ster van het feest zijn met haar als dit. En we zijn nog niet klaar. Teken een klein stukje met een 3D-pen. Het ziet er zo schattig uit op je haar. Bedankt voor je nieuwe look. Ik weet dat iedereen het leuk zal vinden. Violet houdt van muziek. Ze houdt vooral van harde muziek en dansen. Hoe kun je leven zonder dansen? En dit is Chris. Hey. Ze is het leven van het feest. Ze praat graag met Violet, omdat ze zoveel gemeen hebben. Daarom zijn ze goede vriendinnen. De krullen staan je geweldig. Ik hou van de kleur. Het is een geweldige makeover. Zullen we het vieren met een dans? Laten we ze laten zien hoe je moet feesten. Kun je me trouwens het nummer van de kapper geven? Ik wil mijn look updaten. En deze dame zal veranderen in Dolly. Een schattig schaap. Gebruik verschillende zachte pompons in plaats van gewoon haar. Maak kleine oortjes van vilt. Buig ze bij de basis en lijm de oren vast. Teken een omgedraaide donkere neus. Doe een gouden ringetje aan het oor. Dit schaap ziet er zo schattig uit met haar mandje bloemen. Dolly woont in een klein dorpje dat eruit ziet als een sprookje. 'S Ochtends gaat het schaap naar het bos en plukt ze bloemen. Mm. Wat een mooie ochtend. Ik zou mijn huis wel met deze willen versieren. Oh, wie zingt er in de boom? Het is een vogeltje. De geur van bloemen heeft haar aandacht getrokken. Het zat recht op mijn hand. Oké, laten we vrienden zijn. Men zegt dat goud goed is voor je huid. Ik ga het uitvinden. Ze vulde een bad met goud en begon te ontspannen. Mm. Oh, dat is een onverwacht effect. Het elixir veranderde haar huid in puur goud. We hebben de juiste make-up nodig. Nu is alles sprankelend. De basis voor een pruik zit op de juiste plaats. Voeg meer glitter toe. Maak een lange, vloeiende jurk van gouden atletische stof. Dit is een geweldige outfit. We kunnen onze ogen niet van je afhouden. Cassandra is naar een museum geweest. Er zijn hier zoveel verschillende interessante dingen. Wauw, dat is het boek van de doden. Nee, je mag het niet aanraken. Maar Cassandra laat deze kans om streken uit te halen niet voorbij gaan. Ze verstopte zich achter een sarcofaag en wachtte tot het museum gesloten was. Yes, ik ben alleen in een groot museum. Dat is een interessante oude vaas. Oh nee, wat is er mis met mij? Mijn huid lijkt wel van goud. De sarcofaag ging open. De mummie kwam tot leven. Wie is daar? Mwahaha. Knip een ongewone plaat uit karton. Zet de binnenste elementen vast met een ijzerdraad. Mysterieuze Egyptische hiërogliefen. Wat betekenen ze allemaal? Lizzie glipt in het museum binnen om een nacht te blijven. Ik ga op een persoonlijke rondleiding. Wat is dat voor een ding? Het lijkt op een gigantische telefoon. Maar er gebeurt niks. Misschien is het kapot? Eens kijken wat hierin zit. Misschien kan ik een handleiding vinden. Om de plaat te activeren moet je de staven in een speciale volgorde indrukken. Laten we het proberen. Geen denk aan. Cleopatra bewoog. Bedankt dat je me tot leven hebt gebracht, meisje. Ik geef je de zegen van Cleopatra. Toen bewoog de sarcofaag. De heilige zon ging onder de horizon en ik werd wakker. Let op, vreemdeling. Deze plaat is de familierelikwie van de farao's, dus ga voorzichtig mee om. Een metalen stuk en een rietje samengevoegd om een straatlantaarn te maken. Verf de behuizing zwart. Voeg een aanknop en een lus toe.
de oplettende bewaker beschermt de tentoongestelde voorwerpen. Er was een geluid in de Egyptische zaal. Laten we eens kijken. Oh, waar is de mummie gebleven? Wat is dat geluid? De man draaide zich om en... Oh, mijn god. Hier is het. De bewaker viel flauw. Oeps, het lijkt erop dat ik hem liet schrikken. Wakker worden, in de naam van Amon. Juffrouw mama. Maar waarom bent u niet gewoon op uw plaats? Ik zal je helpen. De bewaker nam de mummie en hij rende weg. Totdat er iets anders gebeurde. Hij liet zelfs een sleutel vallen. Bedek een stuk piepschuim met karton. We kunnen de voorwerpen zien door een doorzichtig hoesje. Er is een feestje in het museum. De museumstukken zijn aan het praten en hebben plezier. Een dief maakt van deze situatie gebruik en dringt het museum binnen om de misdaad van de eeuw te plegen. De dief probeert dan het glas te breken, maar een hamer kan het niet breken. Tijd om de explosieven tevoorschijn te halen. Wat is je probleem? Oh, ik wil gewoon een lamp van dichterbij bekijken. Laat de kunst van Kung Fu je helpen. Oeps, de oude man kon het glas ook niet breken. Dat is een uitdaging. Lizzie vliegt op een draak. Ze raakt de koffer en het glas valt. Was het zo gemakkelijk? Iedereen stilstaan, wat gebeurt er? Het is waarschijnlijk een aardbeving. Laat me je helpen deze koffer terug te zetten. Wie ben jij? Oops. Oh, leuk geprobeerd. Je kan achter de tralies helpen. De dief kreeg handboeien om. De rest van jullie kan blijven, maar wees stil. Maak een grappig aapje. De draadstaart heeft een schattige krul. Een magische vaas bracht het hele museum tot leven, inclusief de prehistorische dieren. Een van de apen is weggelopen en heeft de sleutels meegenomen. Deze keer heeft hij een nobel doel: alle andere dieren bevrijden. De aap opende het slot en begon rond de mammoeten te rennen. Het lawaai maakte de dieren wakker. En ze werden bevrijd. Door alle lawaai werd de Yeti wakker. Wauw, bedankt aap. Ik heb altijd in je geloofd. Maak een schild en zwaarden. Verf blauw en wit. Voeg een hulpstuk toe aan het handvat en de gouden gebogen deel aan de voorkant. Maak een zwaard van houten stokken en spiezen. De wapens zijn bedekt met edelstenen. Het schild siert de muren van het museum. De Mandalorian kijkt naar een astronaut die een videospelletje speelt. Ik ben ook een held, weet je? Maar ik ben mijn wapen kwijt. Neem deze schop van me af. Wat? Zie ik eruit als een tuinman? Gebruik dan deze Egyptische staf. Dat is niet goed. Zocht je dit, krijger? Laat me het eruit halen. Ik voel me beter. Ik voel me een echte ridder. De Mandalorian doorboort de watermeloenen met een zwaard. Tijd om te eten. Alsjeblieft, Lizzie. Ben je serieus? Natuurlijk. Wacht even, ik gooi eerst. De Mandalorian beschermt zichzelf met een schild. Hey. Dat is een geweldig hulpmiddel. Kijk uit voor mijn enorme sneeuwbal. Echt niet, het is mijn beurt om te gooien. Echt niet, het is de Mona Lisa. Bedek het schilderij met acrylpolish. Lijm het op een dikke ondergrond. Voeg de textuur van de lijst toe en accentueer het zodat het op hout lijkt. Haar gezicht ziet er anders uit. Teken bruine ogen. Wauw, dat is haar legendarische lach. Voeg schouderlang haar toe. Ze kijkt naar je. Cassandra rende weg naar de opslagruimte van het museum. Oeps, ik moet het herstellen. Oh nee, ik heb het doek verpest. Oh, laten we mijn vaardigheden hier eens testen. Gelukkig is er verf hier. Ze besloot het schilderij te restaureren. Een paar penseelstreken later en... Oh, wat mooi! Het is een meesterwerk. Cassandra rende weg van de plaats van een misdrijf. Oeps, het meesterwerk vloog omhoog en verdween. Ken wacht op zijn beurt. Verf het beeldje grijs. Voeg een lendendoek toe. Maak een voetstuk. Michelangelo's David is een echt meesterwerk.
Terwijl ze rondschaatste, zag Lissy een eenzaam beeldje staan. Wat is er mis met jou? Waarom kom je niet tot leven? Oh, ik wou dat ik een hart had, zodat ik van Pocahontas kon houden. Maar ik ben een stuk steen. Maak je geen zorgen, ik zal je helpen. Ze tekent een hart voor hem. Oh, ik voel een hartslag. Mijn hart is vol met liefde. David, ik wacht tot jij de eerste stap zou zetten. David gaf haar een rietstengel om te laten zien dat hij haar leuk vindt. Wat een schattig stel. Een kapotte pop kreeg een nieuw leven. Nu hoor je thuis op een voetstuk. Dompel verband onder en vorm gordijnen. Een antiek kapsel is klaar. Haar hele lichaam is gemaakt van marmer. Venus wordt beschouwd als een symbool van de schoonheid in de poppenwereld. Ze heeft een speciale hal alleen voor haar. Oh, wie is er naar binnen geslopen? De aap kwam terug, nadat ze had opgemerkt dat het beeld iets miste. Ze bracht een heel dienblad met stukken mee. Laat eens kijken. Probeer dit eens. Past het? Nee, dit is het niet. De aap kwam kijken, maar ze hoorde plotseling een geluid. De stappen van een bewaker. Wat gebeurt hier? Oh nee, hoe heb je het gemist? Mens! Een echt leven mens, jee! Oh jeetje, wie is dat? Het is tijd om weg te rennen. Ik stop er morgen mee. De pop besloot om wat zilver te doen. Een basis voor een pruik zorgt voor prachtig haar. Haar metalen jurk glanst zo mooi. Silver Sylvia nam trots haar plaats in op het voetstuk. Het is haar verjaardag vandaag. Ze heeft een heleboel vrienden uitgenodigd. Maar er is één regel. Ze wil alleen zilveren cadeaus. Pocahontas bracht haar een prachtig boeket. It's beautiful. De Mandalorian feliciteerde haar en gaf haar een hele doos met accessoires. De astronaut bracht nieuwe schoenen. Maar Cleopatra overwon ieders verwachting en gaf haar een prachtige troon van puur zilver. Ze is zo gelukkig. Yes, laten we het museumfeest beginnen. Een nacht in een museum veranderen in een cool feest met de museumstukken. Kapotte pop hebben een nieuw leven gekregen. Er zijn lekkages van hete lijm die langs het hoofd naar beneden lopen. We hebben meer nodig, zoals dit. Een geleimonster verscheen naar het schilderen. Hij kijkt naar ons met kraalogen. Brrr, schattig. Eigenlijk is Jelly heel schattig. Opa, wat cool dat jij en Jelly mijn gezelschap kunnen houden. Welkom, lieve gasten. Wat willen jullie bestellen? Pannenkoeken en een dessert, alsjeblieft. Terwijl de lekkernijen werden bezorgd, verveelde Jelly zich en begon ze te dagdromen. Oh, de kracht van het vliegen. Zelfbediening. Ik kan verpletteren wat ik wil. Jullie zullen je Jelly nog lang herinneren. Mwahaha. Boe. Ah, is dit een grap? Mwahaha. Dit is de verschrikkelijke Jelly. Jelly, kom terug naar aarde. Wakker worden, vriend. We gaan naar huis. Een hele man met kapotte poppen. Welke zullen we kiezen? Snap, het stuk is schoon. Oren en mond zitten op hun plaats. Wow. Schets een schabloon. Atletische stof verandert in zwarte wol. Maak een mond. Lachen. We maakten witte tanden van schuimpapier. Dan een neus. We hebben ogen nodig. Teken grote pupillen. Deze zal van pas komen. Ontwikkel een wit frame met een pijperager. Daarop komt een outfit. En voilà. Nu de pootjes. Witte gloeiers lijken net zo op die uit oude tekenfilms. Oh, dit boeket ruikt lekker. Samantha was met een kat aan het spelen in het park. Toen opeens... Jonge dame... Oh, wie is daar? Oh, je liet me schrikken. Het is tijd om het katje terug te halen. Oké, het lijkt erop dat ik een probleem heb opgelost. Ik ben erg aardig eigenlijk. Laten we vrienden zijn. Oké.